Hallo lieve mensen en welkom terug op het Hogeschool van Amsterdam YouTube kanaal. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Ik ben net een week terug van vakantie en mijn bruine kleur, die is er alweer zo goed als af. Vandaag ben ik hier weer terug voor de camera om iets met jullie te bespreken. En ik hoor het je al zeggen, Jane, zeg het niet. Het begin van het nieuwe studiejaar. Nog maar een paar weken en dan is het zover. Ik snap dat je er nog niet mee bezig wil zijn, maar om het zo makkelijk mogelijk te maken, heeft de HVA iets voor je bedacht. Namelijk de website hva.nl/startstudiejaar. Hier vind je alle informatie op één pagina om succesvol aan jouw nieuwe studiejaar te beginnen. Of je nou aankomend student bent of derdejaars, het zal altijd handig zijn omdat alle informatie op één pagina staat. Laat me de website er even bij je pakken, dan lopen we er samen even doorheen. Als het goed is kunnen jullie nu zien wat er bij mij op het scherm gebeurt. Dit is de hoofdpagina van hva.nl/startstudiejaar. Hierbovenin zie je al heel veel leuke mensen, namelijk twee van de ex-YouTubers, Sofian en Michelle, die voor de zomer zijn gestopt, en Amber, die nog wel filmpjes maakt hier. Hier links staat een filter, waar je kan aanvinken in welk interessegebied jouw studie zich bevindt. Nou, ik studeer media, informatie en communicatie, dus ik vink aan, even kijken, media en communicatie. Nou, er komen er 5 opleidingen te staan en ik moet de onderste hebben, media, informatie en communicatie voltijd. Als ik daarop klik, kom ik op de pagina dus van media, informatie en communicatie aan. Hier links vind je allemaal algemene informatie, de toelatingseisen, beroepsmogelijkheden, studie en cijfers, excellentieonderwijs voor als je dat er nog bij zou willen doen. In het midden vind je de belangrijke informatie. Je zet een lijst met eigenlijk alle dingen die je nog moet weten voordat je aan je studiejaar begint. Bovenaan staat HVA ID en HVA e-mail. Je HVA e-mail is eigenlijk de belangrijkste plek voor communicatie binnen de HVA. Hier mail je met je docenten en met je andere studenten. Dus het is belangrijk om van tevoren daar nog eventjes goed naar te kijken. Daaronder staat het collegekaart aanvragen en de activatie van je collegekaart. Dat is ook heel belangrijk. Want in je collegekaart, daar doe je eigenlijk alles mee binnen de HVA. Hier kan je bijvoorbeeld mee betalen bij automaten en die moet je meenemen naar de tentamens om je te legitimeren. Dus dat is wel ook wel even handig om dat van tevoren aan te vragen. Dan het introductieprogramma voor als je als eerst begint met de studie. Bij MIC is het van 28 augustus tot en met 1 september. Ik weet niet of dat voor elke opleiding geldt, maar in ieder geval voor MIC zo. Vind je alle informatie over de introductiedagen, dan je groepsindeling en het rooster. Je groepsindeling krijg je dus ook via je HVA e-mail. Dus het is wel handig om dat dus echt aan te vragen, wil je dat weten van tevoren in je rooster. Je boekenlijst, dus welke boeken je nog moet aanschaffen voordat je aan je opleiding begint. Mijn HVA, het startpunt voor alle informatie. Mijn HVA is eigenlijk een soort pagina waar je alle informatie over je hele opleiding op vindt. Je vakinformatie, je contactinformatie met docenten, echt van alles. Neem er maar eens een kijkje op. Hoe je verbinding moet maken met je wifi op de scholen. Studiegidsinformatie, dus alle vakinformatie en wat je de komende 4 jaar gaat doen. Studeren met een functiebeperking, dus mocht je iets hebben, dan kan je daar op klikken en dan kan je meer informatie daarover vinden. Ook voor studenten, decanen enzovoorts. Een locatie waar jouw school zit. Het Benno Premselaar huis is waar MIC en communicatie zitten, dus dat staat hierbij. En dan de social media, dus de Twitter, de Facebook en natuurlijk de YouTube. Hier rechts zie je ook een heel mooi balkje met HVA YouTubers. Moet je maar eens een kijkje opnemen. En dan hieronder het allermooiste. Een video over de inhoud van mijn opleiding, media, informatie en communicatie. En ook een klein stukje over communicatie. Ik zal hem even een klein stukje laten zien. Mocht je meer willen weten, dan zal ik even een linkje in de beschrijving zetten dat je kan doorklikken. Oh, dan heeft Joey hier nog 5 tips voor je eerste schooldag, ook altijd handig. En eigenlijk is dat het wel. Alle informatie vind je dus op die pagina. Lees het eventjes goed door, zodat je goed kan beginnen aan je eerste schooldag. Ik heb er eigenlijk best wel zin in. Ik ga mijn tweede jaar in van media, informatie en communicatie. Met een specialisatie media marketing. Ik ga nog even 2 weken genieten van mijn zomervakantie. En ik raad je aan om dat ook te doen, maar bereid je dus wel goed voor. Klik hier voor mijn tripje naar Barcelona. En klik hier voor meer informatie over je collegekaart.
Klik dan hier om te abonneren. Dan wens ik je nog een fijne dag toe en hoop ik je de volgende keer weer te zien. Doeg!